fijn dat ze vandaag, hè, het allermooiste stukje van de hele provincie heeft uitgekozen om hier vandaag te zijn. Graag een groot applaus voor Hester Maai. Dankjewel. Welkom allemaal. Ik ben heel erg blij, moet ik zeggen, dat ik vandaag hier aanwezig mag zijn. Het is een prachtige plek en een mooie locatie. En als gedeputeerde cultuur kom ik natuurlijk in de rest van de provincie ook vaak op hele mooie plaatsen. Maar vooral op plaatsen die een geschiedenis kennen. En waar wij vandaag zijn met elkaar is natuurlijk bij uitstek een plek die een fantastische mooie geschiedenis kent. Eeuwen oud, hè? En als je dan ook weet van, goh, wat kijken we naar de Ommerschans en wat is er nog te zien? Nou ja, zeker 20 jaar geleden. Van ja, is dat dan veel reden om trots te zijn? Kunnen we het eigenlijk wel zien? Maar als je er verder naar kijkt, dan besef je dat hier inderdaad echte historie is gemaakt. Als je er goed naar kijkt, dan besef je dat op deze plek het begin is geweest van onze moderne verzorgingsstaat. Hier heeft Johannes van der Bos de grondslag gelegd. Niet maar voor simpel armenzorg, maar juist voor mensen. Zijn we eigenlijk ook een jaar of 7, 8 geleden begonnen met dromen. Dromen met 100 mensen aan de andere kant van Balbrug. Waar we droomden van, ja, wat willen we nu met de Ommerschans? Willen we het laten gaan zoals het gebeurd is, dat de natuur de overhand neemt? Of willen we nog een stuk laten zien vanuit het verleden? En zo hebben we met elkaar liggen dromen. En er is iets moois uit voortgekomen. Dat werd uiteindelijk een visiedocument waarin de natuur, de verdedigingstijd, maar ook de tijd van de kolonie tot zijn recht zou komen. Een heel mooi boekwerk. En dan denk je, maar ja, wat doe je met zo'n mooie visie? Want een visie maken, dat wil nog wel. Maar worden dromen die we gedroomd hebben dan ook uiteindelijk werkelijkheid? Dank daarvoor. Alle mensen die tot nu toe hier hebben bijgedragen. Dank voor uw betrokkenheid en bijdrage. En ik hoop echt, en dan kijk ik ook even naar Hester Maai, dat we ook in fase 3 binnen de komende jaren nog een keer op de rol gaan krijgen, zodat we het hele verhaal af kunnen maken. Dank u wel. En dan wil ik u nu vragen om met ons mee te gaan het gebied in, om het resultaat te bekijken. En natuurlijk moet er nog iets van een officiële opening komen. Dus dat dan.